Hey, vandaag even een iets langere video dan je normaal gesproken van me gewend bent, omdat we een onderwerp gaan aansnijden wat even de tijd nodig heeft. En we zitten in Lucas hoofdstuk 3 met ons Bijbelleesplan. Ik moest denken aan een thema wat zeer belangrijk is, zeer God is in de tijd van vandaag de dag. Maar je ziet in Lucas hoofdstuk 3 dat Johannes de Doper zijn bediening begint. En Johannes de Doper is de neef van Jezus. En wat hij gaat doen is eigenlijk het volk Israël klaarstomen voor de komst van de koning, de komst van de Messias, de komst van het koninkrijk van God. En hij zegt eigenlijk tegen ze dat ze radicaal de wegen van de wereld, eigenlijk van de Romeinse wereld om hen heen moeten afwijzen en Yahweh opnieuw moeten gaan volgen. En ze moeten zich dan laten dopen eigenlijk als demonstratie van hun toewijding, van hun loyaliteit aan God en volgens de waarden van het koninkrijk gaan leven. En we leven nu in een tijd die eigenlijk heel erg lijkt op de Romeinse wereld van destijds. We leven in een tijd waarin een wereldbeeld en ideologie wordt opgedrongen met de bijbehorende theologie die totaal haaks staat op de boodschap van de Bijbel. En ik heb een tweeling zelf van 13 en die gaan naar een middelbare school. En ik vind het chockerend om te zien hoe deze ideologie op school wordt gepusht, maar ook bijvoorbeeld in bibliotheekboeken die ze lenen. En overal waar ze komen, wordt er geprobeerd om hen te brainwashen en hen te dwingen zich te conformeren aan de ideologie van deze wereld. Nou, het godsbeeld van de wereld om ons heen is totaal anders dan dat van de Bijbel. Net als het mensbeeld van de wereld om ons heen. En ook wordt radicaal geherdefinieerd wat zonde is en wat niet zonde is. En terwijl de Bijbel duidelijk maakt dat God man en vrouw aan elkaar heeft gegeven, voor elkaar heeft geschapen, dat seks buiten het huwelijksverbond tussen één man en één vrouw eigenlijk zonde is, wordt dit door de LHBTI-theologen ontkracht. En dat zie je meer en meer gebeuren. De teksten in de Bijbel zouden volgens hen niet gaan over monogame, gelijkwaardige homorelaties, maar gaan over situaties waarin er misbruik is, waarin de ene partner macht heeft over de ander en eigenlijk gemanipuleerd wordt in deze seksuele relatie. En door middel van eisegese, dat zo noemen we dat als een theologische term, worden dingen in de tekst gelezen die daar gewoonweg niet in staan. Maar de traditionele kerken, zoals de PKN bijvoorbeeld, die slikken het als zoete koek. En steeds meer zie je dat ook dat het zijn intrede neemt in de evangelische wereld. Neem als voorbeeld bijvoorbeeld Mozaïek. De Bijbel wordt door dit soort bewegingen radicaal geherinterpreteerd om maar inclusief te kunnen zijn, om iedereen maar te kunnen verwelkomen en eigenlijk te accepteren zoals ze zijn, zonder een uitdaging te geven om te veranderen. In plaats van mensen te helpen om heelheid te vinden, worden ze eigenlijk bevestigd in hun zonde en een stapje verder geholpen op de brede weg die leidt tot het verderf. En als Johannes de Doper en Jezus geleefd zouden hebben in onze tijd, zouden ze niets heel laten van die LHBTI-theologie en ideologie. Tegelijkertijd zouden ze ook de liefde van de Vader laten zien voor de gebroken mensen om ons heen. En dat is telkens waar we bij moeten stilstaan. We leven in een gebroken wereld met gebroken mensen, met gebroken seksualiteit. En we moeten openstaan voor die mensen en ze liefhebben, met de liefde van de Vader. Maar de uitdaging die wordt gegeven door Jezus telkens weer in de Bijbel is dat iedereen die de liefde van de Vader beantwoordt, dat zij zich radicaal bekeren van hun wereldse levensstijlen en vanaf dan gaan leven in gehoorzaamheid en loyaliteit aan God. Natuurlijk met vallen en opstaan. En dat geldt voor alle zonden, dat geldt voor alle levensstijlen waar je het over kunt hebben. Maar wat er nu gebeurt in de maatschappij om ons heen, maakt levens kapot en vooral van onze kinderen en van onze tieners. Het ontwricht de maatschappij en het geeft mensen een valse zekerheid over een eeuwige hel. Dus ik geloof dan ook dat de oproep van Johannes de Doper en van Jezus vandaag de dag nog steeds relevant is, nog steeds dezelfde is als 2000 jaar geleden. Bekeer je van de wegen en van de ideologieën van deze wereld, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En bekeren betekent radicaal omkeren, metanoia. Je keert je 300, of 180 graden om van je oude levensstijl en gaat vervolgens de wegen van God, van Yahweh, volgen. In de kracht van de Heilige Geest, door de kracht van genade, in plaats van als een setje regels die van buitenaf wordt opgelegd. Maar op die manier ga je de wegen van God volgen. God zegen je.